Het productschap tuinbouw vreest dat er schade voor de Nederlandse tuinders door de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland de komende periode nog verder oploopt. Duitsland trok vrijdag de waarschuwing voor het eten van tomaten, komkommers en sla in. Maar volgens een woordvoerder van het productschap is de markt nog steeds verstoord en leiden de telers momenteel ongeveer 40 miljoen euro schade per week. De RET gaat abonnementshouders compenseren voor de staking in het openbaar vervoer van vorige week. Het bedrijf maakt vandaag bekend wat het precies gaat doen om het goed te maken met gedupeerde reizigers. RET-personeel staakte vorige week donderdag uit protest tegen de miljoenen bezuinigingen en tegen de aanbesteding die het kabinet verplicht wil stellen. Vandaag zijn er zonnige perioden en het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten loopt de temperatuur in de middag op naar 20 graden.